Jullie kijkers, tot ziens kijken naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag aan jullie mijn keepershandschoen laten zien. Het zijn aardig wat. In mijn keeperscarrière heb ik echt best wel veel keepershandschoenen. Nou kom ik even niet op het woord. Best veel keepershandschoenen verzameld. Dat was het. Best veel keeperhandschoenen verzameld. En ik begin met de eerste. Dat is deze. Het zijn de Adidas keeperhandschoenen. Maatje 6. Maatje nummer 6. Ja, natuurlijk echt. Ja, in principe niet echt. Ja, best wel kapot eigenlijk. Hier is een gat. Ik zal ze even aandoen. Ze hebben ook echt helemaal geen grip meer en zo. Dit waren ook niet mijn allereerste handschoenen. Maar het zijn deze. Hier ook helemaal kapot en zo. Maar. Kijk, ik hou ze. Soms dan doe ik een keer met mijn vrienden voor de gein even voetballen. Kijk, en dan ga ik natuurlijk niet mijn nieuwste keeper aan. Mijn beste keeper als genaamd. Dan ga ik naar de tweede. Dat zijn deze. Van Kipsta. Deze zijn niet kapot. Deze gebruik ik ook nog wel eens voor de trainingen. Ik vind ze ook echt lekker zitten. En deze gebruik ik ook zo'n voor buiten spelen. Dus. Dat is wel fijn. Dus geen vingersafe zit erin. Deze van Adidas staat wel vingersafe. Hier zit geen vingersafe in. Daarom gebruik ik deze ook alleen voor trainingen. Die voor de wedstrijden, daar kom ik straks op. Maar ik vind hem... De klittenband is ook echt wel eens goed sterk. Hij gaat er wel maar niet eens één keer omheen. Kijk, het is gewoon dit zo en dan gaat het gewoon, dan ga je gewoon dichtklappen. Maar voor de rest, ik vind het echt prima handschoenen. Ze hebben nog gewoon een goede grip. Dus ik gebruik ze nog steeds. Dan komen we aan bij mijn allereerste handschoenen die ik had. Die zijn van... Stanno. Het zijn de Stanno. Kijk, deze had ik gekocht bij de winkel. Natuurlijk, logisch. Maar, deze handschoenen zijn met regen. Deze hebben al één hele goede grip. En deze komt pas echt de grip het beste als het regent. Deze is wel al kapot. Deze gebruik ik in principe niet echt meer. Maar soms nog met buiten spelen. Zit er wel gewoon nog goed. Het is een hele stevige. Ik kan er gewoon lekker mee keepen. Nog steeds. Ze hebben niet zo'n hele goede grip meer. Ze hebben ook echt best wel versleten. Ja, dat is natuurlijk met iedere keepershandschoen zo. Zo. Oké, ik had eigenlijk nog een ander paar handschoenen, maar ik weet niet meer waar die zijn. Kijk, anders had ik nog wel een ander kunnen laten zien. Maar dit zijn nou mijn handschoenen die ik nu gebruik. Deze kosten €180. Het zijn de Adidas Ace Transpro. Maatje 7,5. Ze zijn misschien een iets te groot, maar... Kijk, echt die grip, jongen, dat is niet normaal. Hij gaat er twee keer omheen. Ik had er ook toen ik deze...
had gekregen, had besteld en kreeg ze binnen, had ik er een video over gemaakt op mijn oude account, kanaal, YouTube kanaal. Maar die is verwijderd. Dus, nou, die heb ik nou niet meer. Kijk, deze gaan er twee keer omheen. Dat is één. En dat is twee. Dus ze hebben echt een geweldige grip. Super chille handschoenen zijn het. Echt super chill. Adidas, €180. Ik heb natuurlijk uiteraard nog één. Deze heb ik nog niet zo heel lang. Ik keep trouwens al niet zo eigenlijk. Ja, ik keep wel lang. Ik keep al 5 jaar. Bij Zwaluw in Vught. Daar keep ik. En ik heb een vriend. Dat is een keeper. Ik ga de naam niet zeggen. Die is gescout door een profclub. Dat is ook een keeper. En hij is echt heel goed. En door hem ben ik ook begonnen met keepen. En ik vind het nog steeds super leuk. Die duiken die ik kan maken. Misschien ga ik nog een keer een video maken dat ik aan het keepen ben. Ja, dat waren eigenlijk mijn handschoenen. Mijn handschoenen, dat waren ze. En check zeker ook mijn gamekanaal. Daar ben ik vandaag ook alweer 2 keer live op gegaan. Misschien voor jullie morgen of volgende week. Maar ik ben er vandaag 2 keer live op gegaan. Check hem ook. Ik zal even kijken of ik het linkje onder in mijn scherm kan zetten. En anders heet het Simon de Gamer. Dus abonneer daar ook alsjeblieft op. En dan hoop ik dat jullie weer op de volgende zie. En doe er zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En zoals ik altijd zeg, later!